Vandaag staan we hier omdat wij een belangrijk monument willen onthullen. Dit monument heeft een hele speciale betekenis. Staatsolie wil een stempel drukken in de gemeenschap, niet alleen in het district Saramacca, maar in heel Suriname. Wij willen met dit monument dat wij onze inspiratiebron noemen, inspiratie creëren binnen heel Suriname. Inspiratie dat wij het kunnen. Het zijn niet altijd anderen die het kunnen. Wij kunnen meer dan we denken. Dat is dat vertrouwen in eigen kunnen. Ik denk dat wij zo'n beetje ook het voorbeeld zijn voor Surinaams ondernemerschap. Staatsolie heeft bewezen dat met Surinaamse mensen, niet met mensen met blauwe ogen, dat we in staat zijn geweest om staatsolie tot grote hoogte te brengen. Vandaag, dus na 40 jaar, als deze ja-knikker als monument op de rotonde Driesprong is geplaatst en onthuld, zal dit een bijzondere betekenis hebben voor de jongeren en het nageslacht van Suriname. Waarom, zult u denken? Omdat wanneer er over een jaar of twee offshore olie, dus op zee, middels gigantische platformen en moderne technologie gewonnen zal worden, zal deze ja-knikker hier als monument ons altijd herinneren hoe staatsolie ooit was begonnen. We zijn hier gestart. Staatsolie is uit de modder gestampt door Eddie Jarab 40 jaar geleden hier. Heel veel challenges. Saramacca is het district waar staatsolie is geboren en groot geworden. En we gaan nog groter worden, maar Saramacca is het district waar we onze basis hebben gelegd. Daarom hier in Saramacca. Waarom een ja-knikker? Het werkt ook nog, soort of. Een ja-knikker, omdat een ja-knikker jou zelfvertrouwen moet geven. Het zegt ja. Kijk naar die ja-knikker. Hij maakt die ja-beweging. En ieder moment dat je twijfelt aan jezelf, moet je denken aan die ja-knikker die zegt van ja, we kunnen het. Daarom die ja-knikker. 40 jaar, hartstikke bedankt. Alle mensen die voor staatsolie werken en die dit tot stand hebben gebracht. Hartelijk bedankt, Saramacca. Voor jullie gastvrijheid dat we hier mogen zijn en olie uit de grond mogen halen. Hartelijk bedankt, heel Suriname, dat jullie ons ten alle tijden ondersteunen. Laten we daarop drinken. Salut. Salut. Lang leven staatsolie. Als je praat over de toekomst die rooskleurig is, dan praat je vooral over de toekomst van Suriname die rooskleurig is. Nogmaals, staatsolie heeft natuurlijk een grote bijdrage aan de staatskas, maar nadat de oliefondsen wordt dat niet vertienvoudigd of zo, maar wordt het echt voor 50-voudig, misschien wel voor 100-voudig. Dat is onvoorstelbaar wat er gebeurt, natuurlijk in ons offshore gebied. En dat gaat Suriname heel goed voelen. Lang leven Suriname! Yeah. We hopen alleen, en dat blijf ik toch steeds noemen, dat we die maatschappelijke discussie echt opstarten. Ik heb gezien dat Albert Ramdien die heeft het opgestart, dat is heel goed. Maar het is echt iets wat moet beginnen tussen coalitie en oppositie, waarbij ze echt samen een gemeenschappelijk draagvlak moeten hebben over het beleid, wat ze met het geld willen doen in de komende 20 jaar. Dus dat het moet over de verkiezingen heen geteld worden iedere keer. En iedere man die daar in de nieuwe regering komt, die moet al weten, zoveel geld is voor mij ter beschikking. En zoveel geld gaat in een welvaartfonds. En dat welvaartfonds is dan om onze kinderen. Ook een goed leven te kunnen geven, net zoals wij dat gaan hebben van die olie.